Frans Beckenbauer, Pelé, Maradona. Ik heb ze allemaal een hand gegeven. Maar een hele belangrijke was ook en is nog steeds Michael Jordan. Het gebeurde 1992. Olympische Spelen, Barcelona. Daar gaan we even naar terug. Ik heb maar één doel tijdens deze Spelen. Dit is een interview maken met Michael Jordan. Ja, dan weet je dat vast. Een interview maken met Michael Jordan? Ja, dat je niet verrast wordt. Kan jij mij één reden geven waarom Michael Jordan met jou zou willen praten? Nou, publiciteit misschien. Publiciteit? Ja. Michael Jordan zit te wachten op een interviewtje met bij Veronica. Inderdaad. Oh, ja? Ja, te trappelen zelfs. Oh, ik denk het niet. Nou, ik denk het wel. Ik denk het niet. Ja. Nee. En ik heb nu een afspraak met hem. Oh ja? Ja. Nou, dat denk ik ook niet. Midden in Barcelona. Nee, zou ik wel eens willen. En daar ga ik nu even naartoe. Ja, oh ja? Ja. Daar wil ik graag bij zijn dan. Nou, in dit hotel woont Michael Jordan. Het kan wel zijn dat Michael Jordan in dit hotel woont, maar wij hadden afgesproken dat we nooit meer iets met een molentje zouden doen, Harry. Voor Michael Jordan mag je graag die uitzondering. Harry, we herhalen onszelf. Ja. Zo gaan we nou weer 6 uitzendingen lang met een molentje lopen. Nou, ik beloof je, ik zal nooit meer met een molentje lopen. Dit is de laatste molen? De laatste keer, dat beloof jij? Dat is beloofd, goed, dat is dan afgesproken, hè? We doen nooit meer iets met een molen, hè? Nee, oké, goed. Nee. Heb je hier vragen? Ja, die heb ik. Je maakt een beetje nerveuze indruk, Harry. Heb je ze nou? Ja, heb ik hier. Oké, hier mijn vraag. Nou, sterkte dan. Ja. Ga je gang. Doe Michael de groeten. Michael Jordan. Michael Jordan? Yes. Oh, wait a second. Wait a second. Okay. Oh, shit. En toen was het moment daar. De hele wereldpers was aanwezig. Michael Jordan arriveerde ergens in een theater. Ik ging in de deur staan van het theater, zodat hij geen kant op kon en mij een hand moest geven met mijn molen. I want to give you this ring. Yeah. Yes. Thank you. He's a great player. Thank you very much.